Welkom. In dit filmpje zullen we de views van onze frikfrak-applicatie functioneler maken en zullen we ze ook gaan koppelen aan controllers. Ik zit hier in les 23, al links staat er 20, rechts staat er 23, realisatie frikfrak model binding. Ik heb de vorige les overgeslagen omdat die lambda-expressies en link eigenlijk niet cruciaal zijn om uw frikfrak aan de praat te krijgen. Dus hier, de algemene uitleg, die moet je zelf maar doornemen. Waarvan ga ik ervan uit dat je die algemene principes wel begrijpt. Om het aan de praat te krijgen, gaan we direct starten bij AFCore connectiestring configureren. Dus de connectiestring, we hebben die al eens een keer gebruikt toen we onze scaffold database context hebben uitgevoerd. Dus via de command line opties hadden we ervoor gezorgd dat er een database context object werd aangemaakt en dat die klassen werden aangemaakt. Nu gaan we zorgen dat onze applicatie op eigen houtje contact kan opnemen met de database. Dus hier staat er een voorbeeld van de connectiestring recht in de code. Ik heb die in de database context ook staan, dus dat is bij models hier mijn context. Hier staat nog van alles in, straks gaan we dat nog wegdoen. Maar hier heb je eigenlijk de gegevens die ook in de connectiestring moeten voorkomen. Hoe komt dat die daar staan? Wel, ik heb die gegevens ingetipt toen ik die scaffold db context heb uitgevoerd op de command line eerder. Dus dit hier zou moeten in appsettings.json terechtkomen. En dat is dit bestand. Dus even hier het verband tonen. Dus nu heb ik hier. Nu, dat is een JSON-bestand, dat hoeft er niet exact zo uit te zien. Die volgorde die mag anders zijn. Bevat configuratieinformatie. Dus hier connection strings, dat moet er wel letterlijk zo staan. Dubbelpunt. En dan accolades openen. Na die laatste accolade een comma zetten. En dan hier de naam van de connection string. Ik ga hem gewoon frikfrak kleine letters noemen. Dubbelpunt. En dan wat ik daarnet gekopieerd heb. En daar hoeft geen comma achter blijkbaar. Ja, ik schrijf niet zoveel JSON, dus ik weet het niet uit mijn hoofd. Zo, maar dat zijn eigenlijk de gegevens die je nodig hebt om verbinding te maken met de databank. Meer is daar niet aan. Als dat daar staat, dan is de connectiestring geconfigureerd. Dan de db-context. Even het idee erachter. db-context is de toegangspoort, laat ons zeggen, tot de database. Dus vergelijk met toen we serialisatie aan het doen waren met de DAL-klasse. Dit is ook wat ons toegang geeft tot de database. Nu moeten we ervoor zorgen dat die db-context ook gebruikt wordt. Ik ga hier even al door scrollen. Belangrijke is die configure services. Dus hier, startup. Zo, configure services. Hier staan al een aantal dingen. Er staan dingen van de postcodes. Nu, de postcodes gaan we verder niet echt meer gebruiken voor frikfrak. Dus ik ga die wegdoen. Dan heb ik hier nog add controllers with views. Dat was vroeger add MVC, dus nu is dat add controllers with views. En dan deze regel, add db context. Want dat is inderdaad wat we willen. We willen de db context hebben als een service. Dus die ga ik hier kopiëren en plakken. Bij ons is dat dan geen docent 300 context, maar wel een docent 1 filmpje context, of in jullie geval een docent 1 context. En nu gaat hij dat nog niet herkennen, omdat die namespace nog niet gebruikt wordt. Dus nu zit ik in de namespace frikfrak. Dus dan wordt dat eigenlijk frikfrak.models.frikfrak. En dan kent hij het wel.
Dan die use MySQL. Ja, ik schrijf het liever met kleine letters, maar dat maakt het niet. Het ding is, hij kent het nog niet, omdat we nog de juiste using niet hebben. Dat is inderdaad die van Microsoft Entity Framework Core, die dat we willen. Dat dan toevoegen. En dan hier frikfrak remote. Ik heb het frikfrak genoemd, dus dan moet ik dat hier ook zo schrijven. Dus de rest, het instellen van de configuratie, dat hoef je eigenlijk verder niet te doen, omdat configuratie automatisch gebeurt nu in althans de recentste versies van ASP.NET Core. Dus je hoeft die extra stappen om een configuratiebestand te gebruiken niet toe te voegen. Wat dat ik wel even ga controleren is in de DB-context dat daar dus het juiste soort constructor aanwezig is. Zo, je krijgt een options. Maar dat is dus deze. Dus dat hoeven we ook niet toe te voegen. Dus de dingen veranderen een beetje naarmate dat je andere versies gaat gebruiken. Oké, dan kunnen we aan de slag met tabellen zonder foreign keys. Waarom? Omdat dat de gemakkelijkste tabellen zijn om mee te werken. Dus eerst gaan we werken met country, maar voordat we dat doen, gaan we onze migratiegeschiedenis verwijderen. Dus onze migratiegeschiedenis verwijderen, dat betekent enerzijds in de database, anderzijds ook in onze C-sharp code. Dus de reden dat we dat doen, is omdat het soms moeilijker is om eigenlijk rekening te houden met het feit dat je al een hele hoop achtergrond hebt, dat je misschien al bestaande data hebt. Soms is het gemakkelijker om gewoon je data volledig opnieuw in te vullen. Dus ik ga naar de DB-context klasse en ik ga hier die migratiegeschiedenis property verwijderen. En ook die methode verwijderen. Uiteindelijk, ik ga daar nog redelijk wat verwijderen hoor. Zie hier de migrations history, waar staat die? Aha. Die staat er gewoon niet nu. Kan misschien ook te maken hebben met een versieverschil. Maar het is wel zo dat we dat inderdaad niet nodig hebben allemaal. Ook die onmodel creating, die zou er wel moeten staan, denk ik. Ja, die mag er wel volledig uit al. Dus dat is van alles. En ook die partial. Ook niet nodig. Zo, die onconfiguring, daarvan zie je staan onderaan dat daar wel nog iets van over is, maar waarin dan weer niks gebeurt. Dus eigenlijk maakt die er ook uit. Dat we alleen nog maar de properties hebben. En ja, zelfs die eerste constructor, die mag er ook uit. Want die gebruiken we nergens. Dus dan zit je nog met je DB-sets en met je constructor. En dat is het eigenlijk. Nu voor de migraties, je mag die folder hier ook wissen. Dus als we dan toch de migraties gaan negeren, dan mag je dat. Zo. En dan moeten we country zelf nog refactoren. Ja, ik spring een beetje over en weer in de pagina. Maar je kan het filmpje altijd pauzeren en terugspoelen. Dus country. In country gaan we ervoor zorgen dat je geen verwijzing meer naar personen bijhoudt in country. Dus we maken er zo'n platte entiteit van, één die niet verwijst naar andere entiteiten. Er wordt wel vanuit de personen nog naar de country verwezen, maar dus niet in de omgekeerde richting. Dus dat wil zeggen dat we die iCollectionPerson er gaan uithalen. Verder hier in de constructor gaan we dat dan ook moeten verwijderen. Dan zijn er een aantal aanpassingen die ga ik van hier overnemen. Dus we gaan ervoor zorgen dat onze country
wordt ingevuld op basis van bepaalde formuliergegevens. En standaard gaat die andere namen gebruiken dan dit hier, dus we moeten die er met de hand aan toevoegen. Dus dat is die from form, dat wil eigenlijk zeggen als er in een formulier een veldje staat met de naam country name, dan gaan we dat gebruiken om die name in te vullen. Dus hier, from form country name. Hij kent from form nog niet, maar dat komt uit deze namespace inderdaad, dus dan mag ik using doen. Klik niet blindelings op van die lampjes. Het is gewoon, ik klik erop omdat ik weet, ah ja, dat is logisch dat het inderdaad uit die namespace komt, want dat is het framework waarin ik aan het werken ben. Als je totaal nieuwe frameworks ziet staan waarvan je nog nooit gehoord hebt, zeker niet doen, want dat gaat alles veel moeilijker maken. Zo, dus de volgende eigenschappen ook. Code, ID en description allemaal. Dus de code. Oei, wacht, ik stond op de verkeerde plaats. Dus die from form, die had hier moeten, omdat die annotaties dus boven het ding moeten staan waar ze bij horen. Dat is altijd, ja, het is altijd een beetje onoverzichtelijk hier. Maar daar zitten we nu eenmaal mee. Dus nu heb ik de name gedaan. Dan moet ik de code doen. Dan de description. Dus hier. En de ID. Zo. Dus dat is gerefactored. Die map is leeggemaakt. Die DB context is leeggemaakt. Dus dat is de refactoring hier. Dus wat dat je zelf zal moeten doen is al die. Die from forms invullen. Je gaat niet elke keer de migraties moeten verwijderen, want dat is maar één keer. Je gaat niet elke keer een db-context en die map hier moeten verwijderen. Stukken van de db-context. Maar je gaat dus wel die from form overal moeten invullen, anders ga je formulieren versturen waar geen data uit wordt gehaald. Dan zijn er onze views. Dus we gaan nu views for country maken. Dat betekent dat we eerst een mapje views gaan nodig hebben. Wel, een mapje views en dan een submapje country. Zo. Dus even kijken. Daarin gaan we. For each var item in model. Wat dus wil zeggen dat onze model dat een collectie gaat zijn. Anders gezegd een lijst eigenlijk. En daar gaan we doorlopen. Dus dit is in de indexpagina. Dat wil ook zeggen dat die eigenlijk ongeveer hetzelfde gaat zijn als onze person index. Dus ik kan die kopiëren. En dan enkel het relevante stuk aanpassen. Hier, tbody. Dat is hier in die list eigenlijk. Dus zo. Dus onze model, die hebben we nog niet. Die gaan we moeten instellen. Hier alles wat over person gaat. Dus dat wordt country inserting one. Als wat over person gaat, dan halen we er dan uit. Momenteel hebben we nog geen controller om die model in te vullen. Maar ik zal hier al schrijven. Add model list van frikfrak.models.frikfrak.country. Zo, dus ik zeg dat ons model een lijst van countries zal zijn, dan gaat dit stuk hier ook werken. Het volgende is de inserting one. Dus inserting one zal er zo wat uitzien als bij person. Oké, dus hier
is er bij ons niet echt een aanpassing nodig. Omdat, wel, we moeten het natuurlijk aanpassen van person naar country. Maar hier vindt de aanpassing plaats waarbij de submit-knop rond het icoon om op te slaan wordt geplaatst. En wij hadden dat eerder al gedaan. Dus wij moeten gewoon eigenlijk wisselen van person naar country. En dan de veldjes aanpassen. Dus de veldjes hier, die zijn, dat zijn ook de veldjes van person. Dus hier even kijken. Ons wat over persoon gaat. Dat wordt dan country. Hier land. Dus je ziet hier button type is submit en daar dan een link in. Dus bij Jeff staat er nu pas die button submit. Ik had die al eerder geïntroduceerd. Ik heb dan nog altijd een link in laten staan, zodanig dat de formatering die dat we al hadden, dat die werkte. Je zou eventueel wel kunnen die A wegwerken om het meer in overeenstemming te krijgen. Maar dan ga je die formatering weer een beetje moeten herschrijven. Dus het is maar hoe ijverig je je voelt. Zo, dus dat is ook country cancel. En dan, ja, die elementjes die gaan wel anders zijn. Dus label for, dat wordt dan country name enzovoort. Country code en country description. Dus dat gaan we erover plakken. Dus heel de field set eigenlijk vervangen. En dat is het voor onze inserting one. Volgende is dan de reading one. Dus dat is deze hier. Dan ga ik die kopiëren van person. Of verandert er hier? We hebben dus weer een andere field set. En die links hier. Die zijn ook nog niet helemaal wat ze zouden moeten zijn. Ik ga even kijken of ik trouwens tevoren. Ja, oké. Okay. Dus die links, daar moet ik ook mee oppassen. Als ik die zou overplakken van hier, dan gaan dat terug spans zijn. Waar dat ik dus eigenlijk die Font Awesome-iconen wou gebruiken. Dus ik ga gewoon zorgen dat ik de juiste adressen heb. Dus hier. Wordt dat dan country updating 1? Hier wordt het country delete 1. Kleine opmerking trouwens, we doen dat hier nu met links en dat werkt. Maar normaal, als je iets aanpast in de database, wordt aangeraden om dat altijd via post requests te doen, zodat je dat niet per ongeluk mogelijk is om dat twee keer naar elkaar te versturen. Dat betekent dat je een delete normaal niet in link gaat zetten, maar meestal in een formulier. Dus vaak op een webpagina moet je altijd nog eens echt op een formulierknop duwen om iets te wissen. En dat heeft daarmee te maken. Oké, dus verder ga ik de verwijzingen naar persoon aanpassen naar een verwijzing naar land. Dus hier person wordt country. Ja, als het in het Engels staat, schrijf ik country. Als het in het Nederlands staat, schrijf ik land. En dan die field set, die moet anders. Net zoals tevoren. Maar hier zijn we dus iets aan het inlezen, dus we hebben eigenlijk een model. Dus ik ga dat er al bij zetten, zodanig dat onze template type safe is. Dus model, dat is dan frikfrak, models, frikfrak en dan country. Zo, dus dan zeggen we eigenlijk, het is een ID van de country, het is ID van de country, het is de name van de country enzovoort. Ik zou eigenlijk ook ja, die list hier kunnen invoeren. Dus ik geloof dat dat ook de bedoeling is, dat je die list
op elke pagina te zien krijgt. Dus je zou dat kunnen kopiëren van de index naar al die pagina's ook. Dan de updating one. Kopiëren. En plakken. Dus ook hier zit je weer met die field sets. Dus ook daar, we hebben die submit button er al rond gezet. Alles wat over person gaat, daar maken we country van. En dan de field set aanpassen. Die ga ik weer overnemen. Dan hier onze model is een country. Dus dat ga ik ook aangeven. Zo. Dus dat is het voor onze views. En dan de controller. Dus we gaan opnieuw een nieuwe controller maken. We hebben nu views for country. Dan gaan we daar ook een controller aan moeten koppelen. Ik ga misschien eerst al even inchecken of ik de views heb. Dus de migraties zijn eruit. Ja, alles wat is aangepast ziet er oké uit. Ook geen automatisch gegenereerde bestanden. Dan een nieuwe controller aanmaken. Dus dan ga ik naar controllers. Hier. Dus controller, lege controller, country. Opnieuw misdraagt hij zich zoals in de vorige filmpjes. Dan doe ik het zo. Dus country controller. Oké. Het eerste dat ik dus moet doen is die dependency injection in orde brengen. Dus private read only docent of ja, ik ben nu nog geen gebruik aan het maken van de models, dus ik zal even using frikfrak.models docent in filmpje context db context. Ik geloof dat het ook hier zo geschreven wordt. Ja. En dan wanneer we onze constructor gebruiken, dan wordt er dus een context meegegeven. Dus public country controller docent in filmpje context context. Dus op die manier hebben we nu toegang van in onze controller tot de database. Die titel ga ik even zo laten. Nou ja, dus de titel is Frikfrak Country Index. Oké. Misschien hebben we dat erbij. Zo. Dus dat geeft ons onze indexpagina. Maar we hebben in onze indexpagina dus ook een lijst van landen gebruikt. Dus als ik even terug ga, Country Index.
Hier, model. En dat is hier dan. Dus daarom staat dat hier in die lijst. Wat zou je dan doen als je op die andere pagina's een ander model meegeeft, dus niet die lijst? Wel, dan kan je nog steeds op die andere pagina's hier die tabel gaan invullen aan de hand van de viewback. Dus je geeft één modelobject mee, maar je kan wel ook nog vanuit de viewback andere objecten gaan halen. Dus ik ga terug naar Country Controller en hier. Dat plak ik erin. Using system.link. Ja, dus hier hebben we dan wel nodig. We moeten onze DB-set van countries, want dat is wat het is. We moeten dan nog aanpassen naar een andere soort collectie en dat is een lijst. Inserting one. Inserting one, even bekijken. Maakte die gebruik van een model? Eigenlijk niet. Dus er is niet een reden, denk ik, om. Nee, er is geen reden om dat te doen. Dus daar kunnen we gewoon de view meegeven zonder die toList toe te voegen. Dus we geven de lijst van de landen aan de view mee, staat er. Maar er is niet echt een belangrijke reden om dat te doen nu. Dus ik ga dat gewoon niet doen. Je zou het wel kunnen doen als je ook die tabel weer wil laten zien en daar het op dezelfde manier wil doen als tevoren. Dus via add model en daar dan list aan geven. Oké, dat zou je kunnen doen. Maar je zou dus ook viewback.countries en daar zou je ook die lijst kunnen inzetten en dan zou je hetzelfde kunnen bereiken. Dat ga ik nog even tonen straks. Dus dan voor de reading 1, dit hier. Dus je hebt de reading 1, hier staat uitdrukkelijk bij dat het om HTTP GET gaat. Dus als deze, die krijgt wel een model. En die model is een country. Dus ik ga naar onze country controller. Hop, reading 1. Dus hij insert eigenlijk niet, hij leest uit de database. Als hij het land niet vindt, dan geeft hij een fout. Hij probeert het land te vinden in de database. Als het land ja, dus niet gevonden kan worden, dan geeft hij opnieuw dezelfde fout. Dus hier is het als je eigenlijk niks hebt meegegeven. Hier is het als je iets hebt meegegeven, maar het kan niet gevonden worden. En dan hier wordt die country als modelobject meegegeven. Dus voor de updating one, dit hier, die HTML, die hadden we al toegevoegd. Dus dan moeten we dit nog toevoegen. Updating one. Dus updating is de pagina waarop je de bewerking kan doen, maar nog niet waarop je de bewerking echt opslaat. Ziet er grotendeels uit zoals de vorige pagina. De pagina's waarin we echt wijzigingen doen, dat zullen post requests zijn en geen get request. Dus die cancel stuurt gewoon terug naar de indexpagina. Dan hebben we de insert one. Dus daar insert een land in de database, hier is dat wel zo. Dit is via model binding dat dat plaatsvindt, dus daarom kunnen we een land uit een formulier afleiden. We voegen het toe aan de database, slaan de wijzigingen op en we geven dan de index view terug. Even kijken, dus hier view index, dus dat is onze country index en we geven dbcontext.country, dat is hier. Deze. Nu, aangezien ik gezegd heb dat het een list is, ga ik daar ook nog aan toevoegen toList. Anders zou het een DB-set zijn. Dan update one. Dit hier.
DB update concurrency exception. Die komt van deze hier. We zijn met Entity Framework Core aan het werken. En hier geven we dus een specifieke country terug. Dus hier de country die dat we binnengekregen. Na onze update, dan tonen we die ook. Dus vandaar. Onze delete one. Zoals hier. Dus hier staat uitdrukkelijk dat het met een get request gebeurt. Ja, dus in de praktijk zou ik dat eigenlijk wel koppelen aan een formulier. En verder is er hier niet echt iets bijzonders aan. Dus dat is dan de laatste stap. Wat ik nog wel even ga tonen, is hoe dat je dus in de viewbag jouw lijst met landen ook zou kunnen steken. Dus even kijken op welke pagina's. Laat ons zeggen de Reading One pagina. Op de Reading One pagina is je model. Is dat het ene land waar je naar aan het kijken bent? Wat als je daar dan ook die tabel wil invullen? Ik ga die tabel even overnemen van hier. Dan zal dat niet in model zijn, maar dan gaat dat zijn in viewbag.countries of country list. Zo. En dan ga ik dus moeten zorgen dat die viewbag.countrylist ook is ingevuld. Dus ik ga naar de country controller. En dan voor reading one ga ik dan hetzelfde invullen als hier, maar ik ga dat dan gewoon in die viewbag plaatsen. Dus dbcontext.countryToList. Hier ga ik zetten viewbag.countrylist is gelijk aan zo. Oké, dan eens een keer opstarten. Beheer. En dan moet ik mijn index van landen hebben. Ah, ik ben nog één stap vergeten in de refactoring. Dus hij heeft hier gelijk. We hebben daar straks in onze country verwijzingen naar persoon verwijderd. Maar in persoon staat er ook een annotatie die zegt dat die verwijzingen er staan. Dus dat stond ook niet aangegeven op Modern Ways. Maar je moet dat wel doen. Dus je moet naar person gaan. En je ziet hier inverse property person, die één regel die moet weg. Dus inverse property betekent de andere, dus country, verwijst naar mij, naar person, via een bepaalde property naam. En dat is deze. Nu, de rest mag wel blijven staan, maar die annotatie moet eruit. Omdat country niet meer verwijst naar een person. Dus opnieuw runnen. Hier index landen. Ik ben daar blijkbaar nog vergeten persoon aan te passen. Dus ik heb hier ja land. Voor de rest ziet de code er wel nog oké uit. Dus als ik hier klik, zou ik op inserting one van country moeten komen. Oké, naam België. BE, land der Belgen. En dan om op te slaan, hier deze knop. Oké, België, BE, details. Inderdaad, dat is mijn Reading One pagina. Ik kan hier niks aanpassen. Knoppen zien er goed uit. Ik ga eens een Delete One doen. Dus je ziet hier links onderaan, dus hier zo, zie je Delete One staan. Wissen. En mijn overzicht hier is weer leeg. Ja, er blijft persoon staan, maar het is land. Land de België 2. Opslaan.
Nog een nieuw land toevoegen. Nederland. NL. Ook dat opslaan. En nu staan die er allebei tussen. Dus ik heb create gedaan, ik heb read gedaan, hier, ik heb update gedaan en ik heb delete gedaan. Dus alle functionaliteit is er nu voor countries.